We zijn vandaag hier op de D9. En wat D9 was D9 Plus. En dat is iets die dat is een comité of een commissie. Ja, dat is een formele vergadering van de meeste gedigitaliseerde landen ter Europa. Dus we zijn meer dan 9, we zijn rond een tientallen landen. 12 landen die, die samenwerken en nadenken over de toekomst van digitalisering. En het was voor ons belangrijk, omdat u weet waarschijnlijk dat in 2024 zal België de voorzitterschap van de Europese Unie hebben. En dus hier voorbereiden we de agenda voor de komende maanden. Vandaag hebben jullie hier samengezeten met Captains of Industry om wat te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is om goed te begrijpen wat we nodig hebben om nog beter te worden op het vlak van digitalisering. We kennen veel tech giants in de Verenigde Staten, overal in ter wereld. Maar eerlijk gezegd, in Europa is het nog moeilijk om bedrijven zoals Google of Apple te bouwen. En dus de grote vraag dat we stellen ons is, hoe kunnen we beter zijn tech giants te bouwen? En hier hadden wij voorbeelden. Bijvoorbeeld Aerospace Lab of iCare, dat zijn bedrijven die de mogelijkheid hebben om beter te worden, groter te worden. En dus, hoe kan Europa hen steunen in dat vlak? Europa, maar ook België, want u bent hier de organisator van deze conferentie, die vandaag meer was dan een rondje met ministers, maar ook heel veel spelers uit het veld, ook Amerikaanse spelers hier. Ja, maar het is een opportuniteit voor België om de voorzitterschap van de Europese Unie te hebben. Waarom? Omdat als wij enkel in België wetgevingen bouwen, is het niet genoeg om grote spelers te bouwen. Dus België is te klein om een tech giant te bouwen. Dus dat is op het Europees niveau dat we moeten onze Belgische kampioenen in Europa brengen en van Europa wereldkampioenen bouwen. Dat is wat gebeurt met Aerospace Lab, met zoals Odoo, zoals het was met Colibra. Wat belangrijk is dat in Europa moeten wij de mogelijkheid om deze tech giant te bouwen. Omdat tech giant, dat is wat bouwt digitale soevereiniteit bijvoorbeeld. En dus, dat is wat we zijn aan het doen hier vandaag en de hele dag. En de voorwaarden creëren eigenlijk, de ruimte creëren om het te doen. Ja, dat is het, maar ook naar de bedrijven te luisteren om te weten hoe we kunnen hen meer steunen. Bijvoorbeeld, deze laatste 5 jaren waren er zoveel regelgeving op het vlak van digitalisering. Er was eerst de GDPR, de DSA, de DMA, nu de AI Act. Dat zijn regelgeving die moeten door de bedrijven, maar ook de overheden, aangepast worden. En dus, dat geeft een beetje last op de bedrijven om de regelgeving in hun werking te brengen. En dus hier een van de belangrijkste boodschappen dat we geven, is te zeggen, te veel regelgeving, dat regelgeving is goed, hè, maar te snelle regelgeving, dat is soms een beetje te moeilijk voor de bedrijven om hen te kunnen hun opportuniteit te laten brengen. En dat is een van onze problemen. Dus hier, wat we hebben gezegd, we vragen voor meer samenwerking op het vlak van het beheer. Het beheer van AI. Er is een regelgeving, maar hoe beheren we de implementatie van dat regelgeving? Ik ga de voorbeeld van de GDPR nemen. Er is een gegevensbeschermingsautoriteit in elk land ter Europa. Maar er is enkel één regelgeving. Dus dat brengt zoveel aanpassingen die soms verschillend is in Italië, in Spanje, in Frankrijk. Maar voor de bedrijven, dat is toch een moeilijk voor een KMO of zoiets. Een KMO die actief is in AI voor bijvoorbeeld. Het moet altijd een andere implementatie zijn in Italië, Spanje. Dat is onzin. En dus we verliezen tijd.